Hallo kijkers van DJI, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Het heeft een tijdje geduurd, maar vorige week dat ik optrok en kon ik niet. Wij gaan vandaag verder werken aan Vogelrok. Het station gaan we even laten voor wat het is. Dat doe ik een ander keertje door. Waar we in deze aflevering op gaan focussen is de custom ondersteuning. 10 minuten lang gaat deze video ongeveer duren. Ga ik werken aan de custom ondersteuning zonder speedboat. Ik ga mijn set erbij pakken, genaamd, dat is de nieuwe set, Mobisteel Jungle. En ik moet heel even kijken welke kleur de palen nu hebben. Nu zijn het eigenlijk, moeten het zwarte palen zijn. Ik weet niet, eigenlijk niet wat we nu precies voor een baankleur gaan gebruiken. Ik moet even kijken, dit is de kleur van de baan. Ja. We hebben dus rode karretjes, dan moeten ze eigenlijk een beetje erbij passen. Misschien als we iets met oranje doen. En tussen een rood kun je zitten fel vloek. Misschien een scheel beter. Op zich klopt, kan dit wel. En wat dan wel moet natuurlijk moet passen in het plaatje. Moet ik ondersteuning natuurlijk zijn. Maar we kunnen ook voor blauwe ondersteuning gaan. Die karretjes kunnen we helaas niet voor kleur wisselen. Dat is jammer. Maar op zich vind ik dat blauw eigenlijk nog niet zo slecht. Dat blauw gaan we dus gebruiken. Het wordt eigenlijk dit blauw. Dat oogt ook mooier. Dat is even kijken, dit blauw. Ja, dat vind ik mooier. De ondersteuning. Het is een hele karwei. Ik moet even opletten met waar ik klik. Want ik heb mijn tweede scherm zo'n timer staan. Op mijn tweede scherm staat een timer. En daar moet ik even mee opletten. En we gaan dus custom ondersteuning. Toch. En volgens mij zijn dit eigenlijk niet de juiste pilaren, aangezien ik ze schuin zet. Alhoewel ze eigenlijk toch wel recht kunnen. Voilà. Maar het is op sommige plekken even uitzoeken hoe we ze precies kunnen plaatsen. Aangezien dat bijvoorbeeld hier al wat moeilijker is. En dit zijn ook geen rechten. Dit zijn volgens mij wel rechten. Ik weet het niet, hè. Maar ik weet het niet precies als dit rechten zijn ofzo, maar het is moeilijk. Zijn dit rechten? Ah jongens, dit is even weer puzzelwerk, maar ja, aangezien het weer een hele tijdje geleden is dat ik met die custom ondersteuning heb gewerkt. Dit gaat sowieso niet lukken. We zullen even naar die toetakeling checken. Zullen we dat daar kunnen doen, want je gaat schuin. Dat is het probleem bij deze achtbaan. Die toetakeling gaat schuin. En dat is het probleem waar wij ons op moeten, waar wij dus op moeten letten. Nu als ik zeer even zo begin met dit te doen, dan komt dat wel al in orde. Ik kan dit even wijden. Maar als we dit even beginnen met het plaatsen van deze ondersteuning. En opletten dat niks fout wordt gezet om te beginnen. Maar ook opletten dat niks de baan geraakt, ook dat heb ik gedaan, tot de baan niet geraakt wordt. Oh ja, je zit dus met een, oké. Als we hier door de baan gaan, voilà, daar hebben we dat probleem al. Fuck irritant. Het is echt irritant, omdat we dus hier met een baanprobleem zitten. Zitten we hier, dit is wel goed. En dan zitten we hier, dan ga ik dus even hier een paaltje te kunnen proberen te draaien. Ongeveer op dezelfde basis en dat is hier niet. Zit het hier? Nee, zit het hier ook niet. Verder naar achter moet dat nog. Nu wel, maar dan raken wij de baan net niet, dus het is eigenlijk wel mogelijk. Hier moeten we het even ook weer uitspluizen. Dat moet iets meer naar hier en dan 9. Niet daar, niet op deze baan ongeveer zitten. Hier bijvoorbeeld. En dan moet je even kijken om hier een paal. Voilà. Het komt in orde jongens. Het begint op iets te lijken. Het begint zeg ik op iets te lijken. Ik zei nog niet dat het al op iets lijkt. Maar dit is raar, omdat die ondersteuning zo schuin staat, is het al wat moeilijker. Maar op zich kan dit. En mijn truc is zeg maar om de ondersteuning van de game te laten staan en daarmee aan de slag te gaan. Dat is mijn trucje. Zo heb ik het ook bij Flying Shy Guy nog gedaan. En zo is het ervan gekomen bij Flying Shy Guy om toch met custom ondersteuning te werken. En dat doe ik dus nu
overal zeg maar. Een beetje proberen, want ik ben er niet echt goed in. Die dat die dingen elkaar snijden, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Hier is helemaal geen ondersteuning en dat maakt het moeilijk om hier nu ondersteuning te gaan plaatsen. Wacht, we gaan eerst doen op de plekken waar wij duidelijk palen hebben. Maar ik moet rechte palen hebben nu. Ik moet echt rechte palen hebben. Want dit is moeilijker. Het is makkelijker met recht. Om met rechte te werken. Kijk, dit zijn al wat van die makkelijkere paaltjes om mee te werken. Je moet opletten dat we de baan dus niet raken daarmee. Hup. Kijk, dat hier de baan niet gaan raken. Maar we kunnen in principe met zeg maar van die driehoeken werken. En dit is eigenlijk wel goede kustondersteuning. We moeten ook kijken dat we alles hopelijk wegkrijgen. Sommige dingen hebben we Flying Shy Guy dus niet weggekregen. Van de hoofden van de originele ondersteuning. Dit gaat echt snel. Waar zitten we? Hier. Nu moet ik eens even op dit kijken. Dit is wel een paal die we met deze moeten doen. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Niet ofzo. Dit, jawel. Ik zie nu wel überhaupt rond. Nine. Ik zeg net, het is moeilijk en we zitten dus in zo'n situatie dat het niet goed uitkomt. Dat is het stomme dus. Want hij raakt hem niet. En dat moeten we dus niet hebben. Hij moet hem natuurlijk wel raken. En anders ziet dat niet echt goed uit. Hebben we echt geen recht? Jawel, we hebben echt wel... Oké, we hebben kaarsrecht. Zo zeggen ze dat toch? Voilà, hier raakt hij hem wel. Hier houdt hij hem ook vast. Zeg maar. Dus zo goed mogelijk. Hier zit hem goed. Hier kan hij volgens mij wel goed komen. Ergens fatsoenlijk. Hier achterin. Maar dat ziet iets te ongelukkig uit. Oké, hier gaat hij gewoon door, dus dat is een actie. Maar ja, dit is moeilijk om dat heel natuurlijk te regelen. Dit is gewoon een moeilijke klus, om dat zo nauwkeurig mogelijk te doen. Dat is gewoon echt niet makkelijk. En ja, we doen ons best, dus om dat te doen. Hier gaan we het wel mooi tegen. Die moet maar iets lager en dan gaat hij er ook mooi onder. Hier is hetzelfde verhaal. Hier zit hij eigenlijk goed, denk ik. Hier, ja, zo, eigenlijk. Ja, die kan zo wel eigenlijk blijven staan, dat is op zich geen probleem. Maar ja, we zijn dus kriskras doorheen aan het werken, met de tuin nog een beetje toe alweer. Wat zijn dit eigenlijk? Het zijn gewoon palen dit. Wat zijn stukjes palen? En je moet eigenlijk een volle paal hebben. Ik ga hier eens eventjes wat doen, maar... Ah jongens, dit is niet een druk. Ah... Komt hier niet uit zoals het hoort. Dat is het stomme van die bochten en gedoe soms, dat dat niet uitkomt zoals het hoort. Dus dan moeten we hier met andere palen gaan werken. En dat zullen waarschijnlijk toch die schuine worden. Voilà. Ook het probleem opgesopt. Zo is het. Dat probleem is opgelost. We hebben de ondersteuning gevonden die hier tussen kan. Doen we dat. Hier ook. Zo. Zo. Misschien dat we hier nog een extra aanzetten. En dat we dat hier ook doen aan deze kant. Ik weet niet of dat per se eigenlijk nodig is, maar ik haal ze weg. Want het is niet echt nodig. Oh, ik heb iets geplaatst. Die moet daar niet staan. Waar is de volgende situatie waar nog helemaal geen ondersteuning staat? Dat is hier en zo. Dus daar moet je even goed naar kijken. Dat wij overal ondersteuning gaan plaatsen kunnen. Hier kunnen we deze gebruiken. Zo. Wat draaien. Op. En die moeten we goed opsoppen. Deze kunnen we waarschijnlijk wel doen. Kan het met deze wel? Nee, serieus. Oh ja, kijk. Zullen we dit even zo doen? Zo. Dan haal ik dadelijk de nodige palen weg. Want dat is nu zeg maar een hele driehoek. Deze weer weg. En kan er niet nog een iets schuinerder ding, zeg maar, ingewerkt worden? Naar deze kant bijvoorbeeld, of naar deze kant. Zoiets, maar dat is ongeveer weer hetzelfde als net, maar op zich kan dat. Geen probleem is dit. Deze is ook heel snel, hup. En
op. Je raakt die zeg maar de grond bijna, maar niet helemaal. Dus we zetten hier beter wel even een klein paaltje. Wat wel raakt, logisch ofzo, maar oké, we kunnen met deze proberen. Ja, dit gaat perfect. Dus dat gaat helemaal goed. Op sommige plekken dan toch natuurlijk. Je moet even goed opletten dat het de baan natuurlijk niet raakt. Op de plekken hier raakt je waarschijnlijk de baan niet. Jawel. Ik ga het risico niet nemen. Hier gaan we ook door de baan, maar het risico moet ik ook niet nemen. We moeten toch iets realistisch maken. Want ja, dat proberen we dus al met die kustondersteuning te doen. Het realistischer te maken, aangezien een rollercoasterondersteuning niks waard is, vind ik. Ik vind het niet echt lijken op de ondersteuning die in de echte arbeid tegenkomt. Het lijkt er echt niet op. Ik denk dat dit iets, deze moet echt erdoor steken. En je kunt het zo zetten. Het steekt erdoor, maar op zich, hier is hetzelfde verhaal. De tijd is op. Shit. Ik doe snel hier nog even een paar palen zetten. Maar niet te veel, want dan gaat het te lang duren. En het was al helemaal geen speedboat. Dus ja, ik denk dat we het hier maar meer bij moeten gaan laten alweer. Jammer dit. Het is echt snel weer opgegaan, moet ik zeggen. Maar we zijn een stapje verder gekomen met die ondersteuning. We zijn kriskras aan het werken geweest. Qua ondersteuning, we hebben hier weer gedaan, we hebben die toetakkeling. We hebben van alles en nog wat qua ondersteuning gedaan. Ik sla mijn spel op. Dames en heren, jullie waren fijn. Een geweldig publiek, weet ik niet. Maar hartelijk dank. Ik vind het hard dat ik het zeg. Maar hartelijk dank voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Deze vogel schrijft even een kaal klik. Dat is 1, dat is 2. Mond houden. Ik pluk jullie kaal. Voilà. Allemaal kaal geplukt. Leuk. Maar jullie weten het, ons park begint weer van meer vorm te krijgen. Ik ben er altijd super content over de mooie boomstammetjes attractie. Ik ben ook over dit gebiedje al wat content. Die monorail staat hier op zijn plek. Die paden moeten nog even aangesloten worden. Maar dat komt allemaal in orde. Dames en heren, dit was de nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering van 22 maart. Is dat dan? Ja. Later.